Ik niet. Ik heb die locatie gevonden midden op de dijk. Ja? Tussen Lelystad en Enkhuizen. En daar stond een restaurant. Een bestaand restaurant. Dat heb ik gebruikt als programma. En ik heb op die plek een nieuw restaurant ontworpen. Zien we hier de constructie, de overdraagconstructie. Het principe is een vierendeelprincipe wat uit het bruggenbouw wegkomt. Die constructie bepaalt ook in hoge mate de plattegrond van het restaurant. En mijn doel was om de gebruikers van die plek, maar ook van het restaurant, onbewust deelgenoot te maken van die plek. En de grootste kwaliteit van die plek te laten zien. Die kwaliteit van die plek is mijn inziens de leegte van die plek. En ik wilde juist daar iets gaan bouwen. En dat heeft behoorlijk wat conflicten opgeleverd tijdens mijn assoderen, maar dit is het eindresultaat. Nou, het is een fantastisch ontwerp geworden. Hier hebben we het laatste plaatje, geloof ik. Ja. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ik geloof dat er iets niet goed gaat met het doorklikken. Er is een soort automaat aangegaan die beter uit moet even, denk ik. Anders zien we alle prijswinnaars van tevoren. De jury vond het volgende. De jury was dit keer diep onder de indruk van de integrale aanpak. En de manier waarop architectuur en constructie een synthese aangaan is een lust voor het oog. Bij elk onderdeel van de constructie is de ruimtelijke en emotionele beleving afgewogen in de ontwerpkeuze. Het resultaat is een simpele constructie, eigenlijk niet simpel, maar eenvoudig. Met esthetische kwaliteit die niet anders dan in staal kan worden gerealiseerd. En dat vinden we bij de staalprijs altijd erg leuk. Het hele ontwerp is letterlijk en figuurlijk in balans. Zoals de titel van het afstudeerwerk aangeeft, ademt het ontwerp ruimte tot in al zijn details. Behalve het architectonisch geslaagde resultaat is de presentatie een kunstwerk op zich. De plaatjes waren fantastisch. En heb je al een baan? Heb je al een baan? Ik ben zelfstandig architect. Kijk, dus dat is heel verstandig. Heb ik een baan. Dan heb je een baan voor dag en nacht. De presentatie was een kunstwerk op zich en die de jury jaloers maakt op zoveel talent verenigd in één persoon. Overtuigend project waar het ontwerpplezier van afdruipt, aldus de enthousiaste jury. Dankjewel en van harte. Een envelop, hè? En ook nog een envelop. Als kleine zelfstandige is dat altijd prettig. Hè? Hartelijk dank. We gaan door naar de volgende categorie. Het gaat weer goed, geloof ik. Ja. Ik zou Kars Haarhuis willen vragen op het podium te komen. Hij is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Department of Architecture, Building and Planning, Unit, Structural Design and Construction Technology. Zijn project, de cilindrische schaalconstructie in glas, is een eerste prijs toegekend. Van harte gefeliciteerd. Ook aan jou weer de vraag. Ik wil even een praatje erbij te houden. Ja, zou jij, anders moet ik het doen. Ja, dat wil ik wel even doen. Kijk. Kijk, meteen het mooiste plaatje. Ja, het idee was eigenlijk voortgekomen uit de winkelcentra. Er worden altijd mooie stalen bogen neergezet. En nou is staal een heel mooi materiaal. Maar zodra je de glazen ruiten tussen gaat hangen en je doet niks met het glas, dan is het natuurlijk hartstikke zonde. Dus mijn doelstelling was eigenlijk juist om het staal eruit te filteren, zoveel mogelijk, sorry. En het glas juist te benutten, dat was de bedoeling. Dus de doelstelling was maximale transparantie in een cilindrisch gevormde dakconstructie. Die kan worden toegepast boven winkelcentra bijvoorbeeld of boven tennishallen. En die maximale transparantie die moest voorkomen uit constructieve optimalisatie. Dat was eigenlijk het verhaal. Een constructieve optimalisatie betekent dan hele kleine stalen koppelingen en het glas zoveel mogelijk constructief benutten. Nou, toch vonden wij dat kleine beetje staal voldoende voor een eerste prijs. Het is toch bijzonder dat het kleine beetje staal voldoende was voor een prijs. Ja, dat gaat om wat we altijd zeggen, IQ per kilo. En stukjes staal hebben een hoog IQ. Ja, goed, dat is oordeel als aan u, dank ik maar. Ja, het idee was heel kort, ik kan er uren over praten. Ik mag heel veel terug naar de voorsheet. Oh, ja. Het idee was eigenlijk dat die staalverbindingen eigenlijk alleen maar de dwarskrachten zouden overdragen voor de constructeurs onder ons. Terwijl de voegen, de voegen zijn een transparant rubber,
dat die vroeger alle normaalkrachten zouden overdragen. Dus dan betekent eigenlijk dat je de krachten in die verbinding, die haal je eigenlijk uit elkaar in twee verschillende elementen. Nou, die spanningen in het glas blijven heel erg laag door die normale drukkrachten die verdeeld worden over de voegen, terwijl die dwarskrachten puur en alleen worden opgenomen door die stalen koppeling. Nou, dat is even in essentie het verhaal. Nou, dit is een oplicht detail, daar ben ik ook nog even mee aan het schilderen geweest op papier. Er komen een aantal kabels samen, het hele systeem zijn allemaal losse ruiten eigenlijk, allemaal vlakke ruiten. Die worden gestabiliseerd door een hele ranke kabelstructuur. En die kabels die moeten natuurlijk wel, ter plaatse van de oplegging, samenkomen met het staal wat er al zit voor het glas. Het is wel heel bijzonder dat je ook een 1-op-1 schaalmodel hebt kunnen maken. Ja, dat is even wat u hier ziet. Dat klopt. Dat is de foto van het experimentele model. Het model heeft 5 meter hoog spanning, is 2 meter hoog. Je kunt er ook onder staan. Ja, dat is dit model inderdaad. Hier, op dit moment ligt het zand er nog op. Dat zand representeert eigenlijk de sneeuwbelasting. En ik heb een ENSYS model gemaakt, eigenlijk het numerieke model. En dat heb ik geprobeerd te vergelijken met het experimentele model zoals jullie het hier zien. En het blijkt eigenlijk dat de resultaten verrast goed overeenkomen. En wat je ook nog hebt geprobeerd is om Shukov te verbeteren in het groen. Goed dat u het even opmerkt. De kabelstructuur zelf heb ik niet zelf bedacht. Ik heb eigenlijk alles zelf bedacht behalve de kabelstructuur. Die kabelstructuur bestond eigenlijk al. Wat hij deed inderdaad, Shukov, het is bedacht door Vladimir Shukov, onder andere bekend van de mooie ranke stalen stalen toren uit Rusland. Maar ik heb geprobeerd om die kabelstructuur die al bestond, ter stabilisatie van stalen bogen, om die te optimaliseren. En wat Shukov inderdaad heeft gedaan, is hij pakt een doorgaande stalen boog, dus met enige momentcapaciteit. En hij plaatst de kabels erin ter stabilisatie van die boog. Maar zonder die kabels zou die boog ook blijven staan, waar niet dat hij dan minder capaciteit heeft. In dit geval inderdaad zijn het alleen die kabels. Dit was het laatste plaatje ook. Ja, mooi. Nou, dat was het eigenlijk heel kort. Gefeliciteerd. De jury die is deze keer opgetogen over het experimentele karakter en van het onderzoek dat met constructieve samenwerking van glas en staal de weg vrijmaakt voor een nieuwe inzet van staal. De constructieve knoop tussen glas en staal is op inspirerende wijze ontrafeld en elegant uitgewerkt. Niet alleen is het constructiesysteem ontworpen op basis van rekenmodellen, het is daadwerkelijk in een proefmodel op ware grootte getest. Het elegante T-vormige staalelement is echt geproduceerd. Het geheel resulteert in een uiterst subtiel en esthetisch hoogwaardig glasdakontwerp. Het onderzoeksdeel van het afstudeerproject is zo vernieuwend en grondig aangepakt dat het niet onderdoet voor het niveau van een promotieonderzoek. Fantastische studie is het unanieme oordeel van de jury. En levert een eerste prijs op. Alsjeblieft. En de bijbehorende envelop. Dan prijzen universitair onderzoek. 1 nominatie. Mag ik Frederik Roebroek, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, Department Architecture, Building and Planning, Unit Structural Design and Construction Technology, vragen naar voren te komen. Zijn project Design of a Transparent Column in Glass and Steel is de eerste prijs toegekend. Ook aan jou weer de vraag, zou jij jouw studie toe willen lichten aan de hand van 5 plaatjes? Natuurlijk. Nou, volgende. Deze kunnen we al overslaan. Het doel was eigenlijk om een kolom te ontwikkelen waarbij eigenlijk het staal optimaal benut zou worden. En het wordt eigenlijk optimaal benut op het moment dat je dus zorgt dat een slanke stalen kolom niet langer bezwijkt als gevolg van knikken, maar puur op zijn normaalkrachtcapaciteit. En dat was in eerste instantie het doel, in combinatie met een zo transparant mogelijk ontwerp. Hier zie je een stukje van de isometrie. Wat ik eigenlijk heb gedaan is een massief stalen kolom in het vierkant. Daar worden stalen strips aangelast. Waar vervolgens weer andere stalen stripjes tegenaan worden gezet, waartussen het glas wordt verlijmd.
En ik heb bewust een massief stalen kolom gebruikt, omdat op die manier heb je eigenlijk de kleinste omtrek over de grootste doorsnede, waardoor je dus eigenlijk de hoogste mate van transparantie kunt bereiken. Een stukje van de proefopstelling. Eigenlijk de kolom die eigenlijk uit 4 vinnen bestaat, daar heb ik eigenlijk 1 vin van gemaakt aan de kolom en die heb ik schaal 1 op 1 getest. En dit is uiteindelijk hoe het resultaat eruit zou moeten komen te zien. En ik was vol vertrouwen dat dit ook in principe gewoon realiseerbaar is. En de kolom zoals die hier is afgebeeld, moet je dus denken dat die ongeveer 700 kilonewton opstaat. Het is ook weer mooi dat je hem hebt kunnen realiseren, één op één. Ja, dus ook gedeeltelijk. Niet, ja. Ja, niet, gedeeltelijk niet helemaal? Ja, 1 vin zit eraan. En die andere 3 die moet je erbij denken. Die zijn geshopt. Ja, ja. Oké, dat vind ik wel eerlijk van je. Ja. Oké, nou, de jury is zeg maar geïmponeerd deze keer door het gedurfde onderzoek. En dat nieuwe, nog nauwelijks betreden paden verkent. De synthese tussen glas en staal om elkaars eigenschappen te versterken is baanbrekend en ontsluit een nieuwe wereld voor architect en constructeur. De resultaten van het experimenteel onderzoek met behulp van proefstukken op ware grootte zijn gecontroleerd door de testen te herhalen met een intelligente computersimulatie. De combinatie van glas en staal is een nieuwe toepassing van slim staal en unaniem lof voor dit baanbrekend onderzoek dat de architectuur van de toekomst zal veranderen, zo voorspelt de jury. Van harte. Ja, hartstikke bedankt. En de envelop. Dankjewel. Dan hebben we alle categorieën gehad, behalve 1. De inventiviteitsprijs. Het was ook weer een genoegen deze keer om hem uit te kunnen gaan reiken, want er zat er één bij die de inventiviteitsprijs verdient. En die is dit jaar gewonnen door Frederik Roebroek. Dus Frederik Roebroek, ga naar weer terug. Ook hier hebben we nog weer een aantal plaatjes, maar daar hoef je niks meer bij te stellen hoor. Dus nu gewoon incasseren. En de jury roemt nog wel even de intelligente aanpak van de opgave en het vernieuwende karakter van het onderzoek, waarbij de constructieve samenwerking is verkend. En ze vinden dit echt de eerste prijs in de inventiviteitsprijs en die verdien je. Dus nog 1 kappersdiploma. Alsjeblieft. Goed, alsjeblieft. En een bijbehorende envelop. Zo. Ik zou de winnaars willen vragen om nog even hier te blijven zometeen. Om op de groepsfoto te gaan. En rest mij eigenlijk alleen nog om de jury te bedanken. De overige juryleden. De heer De Gunst. De heer Hartog, Kraus, Visser, Van der Wind, Ineke Hulshoff. En uiteraard nogmaals. Rob Lutke Schiphold.